Naar Frank, want het besturen wordt voor de coalitie met de dag moeilijker. Ze hadden dit weekend om een beetje bij te komen van de dreun op verkiezingsdag. Maar aan het eind van dit weekend kwam er toch nog een kink in de kabel bij. De vier coalitiepartijen die hadden al een probleem met de meerderheid in de Eerste Kamer. Maar wat blijkt nu? De BBB kan toch vrijwel zeker rekenen op 17 senaatszetels. Die 17e die komt van D66, dat het daardoor met 5 zetels zal moeten doen. Dat lijkt een miniem verschil voor Rutte 4, maar het is toch een behoorlijk probleem. De route over links die is daarmee vrijwel zeker afgesloten. Naast PvdA en GroenLinks is er namelijk nog een extra partij nodig, willen ze die route kunnen bewandelen. Ik heb contact met Paul van Meenen, de lijsttrekker van D66 voor de Eerste Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. Voelt dit nou een beetje als een kater na een kater? Nou, om te beginnen was er geen kater. We staan op 6 of 5, dat zullen we zien. De verkiezingen voor de Eerste Kamer die moeten nog plaatsvinden. Dat is op 30 mei. Ja, want de mensen in de Eerste Kamer die worden namelijk gekozen door de mensen die nu in de Provinciale Staten gekozen zijn. Nou, we hebben al vaker gezien dat daar op het allerlaatst nog grote verschillen kunnen ontstaan. Mm-hmm. Dus dit is een prognose, net zoals we veel prognoses zien. Maar ik ga daar niet op vooruit lopen, want op 30 mei is de echte verkiezing. Ik begrijp dat u het ook in uw voordeel probeert te draaien. Toch even, wat gaat dit doen? Wat gaat dit doen voor u? Ik draai helemaal niks. Dit is gewoon een feit. Dit is een feit. Ik weet, tenzij u andere informatie hebt. Ik weet dat die zaken nog verkozen. Volgens mij zijn op 30 mei de verkiezingen. Toch even naar de. Het is een prognose die we toch zeer serieus nemen. Dat hebben we met de andere partijen de afgelopen dagen ook besproken. Toch even, gaat dit iets veranderen voor uw houding in de Senaat? Mochten het 5 zetels worden? Als het 5 zetels worden, ik zou niet weten wat het voor ons zou veranderen. Wij hebben een programma, we hebben een regeerakkoord wat we graag willen uitvoeren. Ik ben zelf onderwijswoordvoerder. Mm-hmm. Prachtige investeringen op onderwijs, nou die willen we natuurlijk graag realiseren. Dus dat verandert niet. Ik begrijp best dat u de ingewikkeldheid ziet als dat ontstaat. Maar daar ga ik nu helemaal niet op vooruit lopen. Wat ik wel jammer zou vinden is als het gebeurt dat we onze nummer 6 moeten missen. Dat is Anton Kanes. Hij is notabene een boerenzoon. En een hele goed statenlid op dit moment. Toch even een enorm verlies zijn als hij er niet in zou komen. Maar voorlopig wacht ik rustig de verkiezing om 30 mei. Dat kan ik me voorstellen. Toch even, u begrijpt net zo goed als ik dat dit voor bijvoorbeeld stikstof wel eens ingewikkeld zou kunnen worden. Stel BBB krijgt er 17, u krijgt er 5. We gaan toch een poging doen. Dan kan dat zomaar iets betekenen voor de verhoudingen in die coalitie. Toch? Het CDA lijkt al te schuiven, de VVD lijkt al te schuiven. U heeft gezegd 2030 blijft staan. Blijft dat staan? Nou, dat gaan we nu allemaal afwachten. U leest blijkbaar alles goed. En dan ziet u ook dat er van alles gezegd wordt. Voorlopig zie ik alleen een kabinet wat nog bezig is om een nieuw standpunt te bepalen. Dat gaan we nu eerst rustig afwachten. Maar een afspraak is een afspraak. We hebben afspraken gemaakt in het regeerakkoord. Ja, wij houden ons daaraan. Dat schijnt heel bijzonder te zijn. Maar dat wil ik toch wel nog wel even vasthouden. Die woorden sla ik dan toch even op. Een afspraak is een afspraak. Paul van Meenen, dank voor uw toelichting voor hier op de vroege ochtend. We horen volgens mij een man die baalt. Nou, ja, nou, D66 geeft, denk ik, een uitslag behaald die ze wel hadden verwacht. Maar ik denk dat in de coalitie natuurlijk nu wel even wordt gerekend en gekeken. Aan de andere kant, ja, onder leiding van Rutte, ik kijk ook even naar de voormalige vicepremier, in verschillende kabinetten, is volgens mij altijd met een minderheid heeft hij moeten regeren, met uitzondering van de periode dat de VVD met de PVV in een soort, ja, niet in de coalitie, maar in ieder geval een gedoogconstructie zat. Dus het is niet helemaal nieuw. Nederland is gewend aan minderheidscoalities, althans in de Senaat. Dat maakt het er niet makkelijker op. Maar dat zou dus nu kunnen gebeuren. Ja, wat denkt u? Is het dan goed te doen? Nou, ik denk dat er wel. Het heeft natuurlijk wel enorme impact. Dus de coalitie en de regering zullen wel moeten nadenken over wat er nu gebeurd is. Ja. Aan de andere kant ben ik het eens met Hand en Broek. Politiek is het zoeken van meerderheden. En dat is niet nieuw. En dat hoeft ook niet bij alle onderwerpen dezelfde meerderheid te zijn. Het is wel een klap natuurlijk voor die linkse wolk waar het zoveel over is gegaan. Dat het veel moeilijker wordt om via links dingen door de Eerste Kamer te krijgen. Ik weet het niet. We zullen moeten kijken hoe ze dingen door de Eerste Kamer gaan krijgen. Ik denk dat de agenda van die linkse partijen heel erg gericht is op eerlijke delen. En zorgen dat mensen die het arm hebben het beter krijgen. Ze moeten afwachten waar die regeringscoalitie naar gaat kijken. Gaan die
op dat soort onderwerpen de samenwerking aan of niet. Ik ben heel benieuwd. Ja. Frank, de huisarts, die is slechter.